Doe toch eens lief. Hoeveel procent van het NS-personeel wordt al niet bespuugd, getreiterd of erger? We gaan nu in Hilversum kijken hoe het ervoor staat met de kennis van de mensen over de Doe eens lief campagne. Hoeveel procent denkt u dat er van NS-medewerkers bespuugd wordt? Nou, ik heb dat inderdaad. Vorige week stond een heel artikel erover in de krant. Ik weet niet hoeveel procent, maar bespugen weet ik niet echt. Meer. Ze worden bejegend, laat ik zo zeggen. Hoe is lief? Ja, heb ik gehoord. U heeft er allebei van gehoord? Ik niet. Jawel, van de tv zat je wel bij. Heb je zitten slapen zeker? Ik denk best veel. Noem eens een percentage, gok eens. 60. Nou, ik denk 35%. Oh, u zit ook al best wel hoog. Ik moet zeggen, mensen zitten best wel hoog. 25, ik heb ook. Nou, het is 8%. Het is wel, ik vind het wel te veel. Ja, vind ik ook. Ja. Ik heb het zelf al meegemaakt dat het gebeurd werd. U heeft het ook gezien? Ja, ik heb het gezien. Ik was erbij. Ja. Ja. En wat heeft u toen gedaan? Nou, ja, in eerste instantie schrik je. Jezus de Christus die gekruisigd is, ja. Opgestaan. Jullie hebben op school een paasverhaal. Het is niet alleen maar paaseieren en kuikentjes en kip en haantjes. Nee, paas heeft een verhaal. Nou, hij kan nog beter vertellen als ik. Hij is wel op school geweest. Ja, want ik kan me voorstellen dat u misschien vaak negatieve reacties krijgt van mensen. Kan dat? Nou, dat niet in alles. Soms wel. Kunt u een voorbeeld noemen als zoiets gebeurt? Ja, dan zijn de mensen teleurgesteld. Dan zeggen ze van donder op met je god of wat anders. Nou, zeg maar even zo het is. Ja, en dan is dat heeft een oorzaak. Die mensen zijn of teleurgesteld of ze komen uit een christelijk gezin. En ben je niet mondig? En dan is het alweer voorbij. Ja, dat gaat snel. Ik heb geen mishandeling meegemaakt, maar wel een schelden. En dan is het voorbij en dan praat je met het groepje over van... Wat daar gebeurt en dat het niet goed voelt. Hoeveel procent denkt u dat van de NS-medewerkers bespuugd wordt? Heeft u enig idee? Nou, ik denk als mensen een slok op hebben en een beetje buitenzinnig zijn, dat het er wel aardig wat zullen zijn. Als u een gok zou moeten doen in procenten? Ja, over heel Nederland? Of heb je... In Nederland, bespuugd. Ja, misschien wel 10%, ik heb geen idee. U zit aardig in de buurt, het is 8%. Oké, dus dat ik er nog een jaar die het dan misschien in gedachten gedaan hebben, dan komen we wel op 15%, denk ik. Zeg maar mensen langs de weg werken. Hoeveel procent denkt u dat een middelvinger krijgt? Nou, dat is 12%. 10? Dat is wel veel, hè? U zit laag. Zo. Het is eigenlijk schandalig, hè? Het is eigenlijk schandalig. Zorg ervoor dat wij kunnen rijden, toch? Misschien 20%. Nou gok ik wat, hè? U zit wel laag. Het is hoger dus. Wel aan de 25%. U zit nog erg laag, meneer. Jongen. Kom maar al die rare mensen hier, hè? Toch? Ja, dan gaan we naar 40%. U zit nog behoorlijk laag. Ja, 60. Nog steeds laag. Ah, dat is toch te gek voor woorden. Je vinger opsteken. Een middelvinger naar werknemers op de weg. Verkeersregel. Dan gaan we naar 75-80%. 70% van de werknemers die langs de weg werkt, heeft een middelvinger gekregen. Tjo, dat is veel. We krijgen een middelvinger. Dat is heel veel. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik schandalig. Ja, dat is dus langs de weg. Je zegt het al. Daar zit de agressie. Maar dat heeft ook een oorzaak, hè? Te veel verkeer, te weinig ruimte. Mensen zitten in files, ze worden opgepokt. Dus u vindt u dan dat het goed is wat de mensen doen? De middelvinger opsteken? Nee, natuurlijk niet. Het is nooit goed om dat te doen. Maar ja, mensen willen zich afreageren en die doen dat op die manier vaak. Ja, maar het is wel een beetje zielig voor de werknemers. Ja, niet zo leuk. Maar goed, het gebeurt wel. Het is een vorm van agressiviteit, ja. Dus dat is best heel hoog. En ik vind het wel zorgwekkend eigenlijk. Dat men zo met elkaar omgaat. Ja. Heel zorgwekkend. En daarom is deze campagne ook natuurlijk in het leven geroepen. Dus ik ben wel benieuwd, wanneer heeft u voor het laatst iets liefs gedaan voor een ander die u misschien niet kent? Of het hoeft maar iets kleins te zijn. Nou ja, dat doe je nog wel eens. Hè.
regelmatig dat je dus dingen doet voor iemand. Ja, taalmaatje. Taalmaatjes onder andere, hè, die begeleiden. Wat zei u? Je uit het buitenland komt helpen met de taal. Ja. Dat is zeker lief. Ja, dat is heel leuk werk. Want dat werkt ook, denk ik, belonen. Ja, hoor, daar word je blij van. Daar word je blij van door iets liefs te doen voor een ander. Ja. Nou, ik denk een schouderklopje is al goed. Ja. Omdat ik over ouderen begon, die hebben vaak, doordat ze eenzaam zijn of alleen zijn, als je dan even zo dit doet, dan leven ze helemaal op. Vinden dat leuk? Door een kopje aangeven met koffie. Wanneer heeft u voor het laatst iets liefs gedaan voor iemand? Oh, ik denk vanmorgen. Ja. Wat was dat? Nou, ik heb contact gehad met mijn kleinkinderen. Maar ze waren ook lief voor mij. Dat helpt. Dat helpt ook. En dat gaat dan via FaceTime. En die wonen ver weg. En waar wonen ze? Brazilië. Oh, dat is ver weg. Ja, dat is heel ver weg. En tijdverschil, maar dan zijn ze wakker en dan willen ze even met oma praten. En dan ben je misschien, wanneer ben je lief? Ik denk wel dat je dan lief bent voor elkaar. Ja. Hoe kom jij aan een goed hart? Want je spreekt ook goed hart bij jezelf. Hoe ben je eraan gekomen? Vindt u dat ik een goed hart heb? Ja, dat heb je zelf een beetje gezegd. Oké. Ik denk dat... Nou, nee, eigenlijk niet. Oké. Maar denkt u dan dat alle christelijke mensen een goed hart hebben die uit een christelijk gezin komen? Helemaal niet. Daar worden we toch even negatief. Want omdat u vraagt, ben je christelijk? Ja, had gekund. Nou. Ja, nou, als je in de winkel bent en je koopt wat of wat ook, dat je zegt van nou ja, hartelijk bedankt en fijne dag. Dat zijn positieve dingen. Op zijn minst gewoon een goede dag en tot ziens. Ja, vriendelijk zijn, ja. Ja. Zonder. Nou, in het kader van deze campagne wil ik u daarom toch iets geven. Dat is echt hartstikke leuk. Kijk, dat is nou weer een positief gebaar. En dat waarderen wij dus ook. Ja, daar word ik dan ook weer blij van. Daar word ik weer blij van. En dat zijn we allemaal blij. Zo moeten we met elkaar omgaan. Nou, dat vind ik nou ook. En zo zie je maar weer, wat je geeft, krijg je terug, lieve mensen. Mensen reageren geschokt op de cijfers van de Doe Eens Lief campagne. Hoopjes liefde naar jullie allemaal. Hallo. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing.